Het is zaterdag 21 januari. We staan op de Noppenweide na afloop van de wedstrijd Bruchtenveld tegen Marienberg. Eindstand 1-2. Een korte analyse. Wat dacht je daarvan? Kort is, in de eerste 15 minuten moet je het verschil maken. Doe je niet. In de omschakeling de 0-1 tegenkrijgen, net als in de wedstrijden voor de winterstop. Dan moeite hebben met het spel maken. Te snel vooruit willen, niet geduldig blijven. In de tweede helft de 0-2 tegenkrijgen. Marienberg is een tijdje niet bij ons aan het aanvallen geweest. Ze komen op de flank. We happen waar het niet moet. Goede actie van de rechtsbuiten van hun. Die dribbelt de 16 meter en legt hem terug. 0-2. Daarna is het weer dat we de eerste 15 minuten oppakken. We hebben het idee, okay, Marienberg bij proberen bij de keel te grijpen. We stappen door, we dekken weer wat meer door. We komen wat meer in het spel. Door de druk die we geven, 1-2. En ook het laatste kwart op nog één hele grote kans na. Omdat we zelf niet de beslissing nemen om goed te spelen. Kan Marienberg de 3-0 maken. Nog kort daarvoor doen ze niet, of de 3-1. En ja, goed, daarna nog op de paal. Maar weinig hele grote kansen. Een aantal schoten. En dan verlies je 1-2. En dan zeg maar of het terecht is of niet. Of dat we zelf... Maar op dit moment is het niet goed. Niet goed genoeg. Ik denk, als je voetballend kijkt, is het duidelijk wie hier de beter voetballende ploeg was. Ja. Alleen inderdaad, die ballen moeten tussen de paal en dat gebeurt te weinig. Ja, we hebben gewoon veel te veel kansen nodig. Als we al de kansen krijgen, is het te vaak naast en over. En als we de kansen krijgen op doel, voor zover, dan is het rendement te laag. We hebben te veel kansen nodig om doelpunten te maken. Ja. En dan is het lastig om altijd maar bij de nul te blijven, om dat maar tegen te houden. En dan is het een zuur verlies. Absoluut. Ja. Volgende week vrij. De week erop komt Des op bezoek. Yes. En dan nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Kijken of we weer een overwinning in de competitie kunnen behalen. Het zou mooi zijn. Yes. Dankjewel. Jo.